En leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag. Ik heb de afgelopen week niks gevlogd. Dit wordt een weekendvlog voor in de plaats van een weekvlog. Al ga ik dit weekend ook niet veel doen. Maar er is de afgelopen week gewoon, nou, voor mijn gevoel, niet heel veel gebeurd wat ik kon filmen. En ja, verder is er eigenlijk niet zo heel veel gebeurd. De afgelopen weken had ik ook eigenlijk niet zo heel veel zin om te gaan vloggen. Nou is het wel zo dat ik nu het weekend eigenlijk ook niet zoveel te doen heb, maar ik had wel weer eventjes de moed en om te zeggen van oké, let's go. Afgelopen week was mijn laatste week, mijn laatste volle week, compleet vrij voor de komende tijd. Namelijk vanaf volgende week, dus komende maandag, als jullie deze vlog zien, begint mijn nieuwe baan, begint mijn uren daar en ga ik daar werken. Heel veel zin in, heel erg blij mee ook, maar ik weet niet hoe dat allemaal gaat lopen, ik ben heel erg benieuwd. Verder ga ik vandaag dus niet zo heel veel doen. Afgelopen week, wat heb ik afgelopen week allemaal gedaan? Maandag heb ik eigenlijk niks gedaan, alleen maar met werk aan de telefoon gezeten. Dinsdag precies hetzelfde. En het ziekenhuis. Woensdag ben ik naar Primark geweest. Alles ging natuurlijk weer open afgelopen woensdag. Wat leuke dingetjes gescoord. En afgelopen donderdag ben ik ook met werk bezig geweest. Er moesten nog formulieren ready gemaakt worden en mijn contract moest nog steeds gemaakt worden. Dus dat is nu gelukkig rond. Verder heb ik gisteren was het vrijdag, gisteren ben ik ook even naar Primark geweest. Was trouwens super gezellig. En minder druk, dus dat maakt het ook gelijk een stuk gezelliger. Het was woensdag echt super druk en echt een gekte. En afgelopen vrijdag, dus gisteren, was best wel relaxed. Onder andere dit topje gekocht in nog een keer in het grijs en in huidskleur. Nog een paar kleuren. Ik heb 3 t-shirtjes gehaald. Een slaapsetje met de Sex Education school logo erop. Echt super grappig. Wat heb ik nog meer gehaald? Nog een paar dingen volgens mij wel. Maar ik kom er eigenlijk niet eens meer op wat. En gewoon een paar kleine dingen. Ik heb deze fles bijvoorbeeld ook nog gehaald bij de Brie. Want mijn andere fles die is dus kapot. Dus ik dacht, ja, ik ga toch weer werken. Ik wil toch weer wat meenemen. Dus ik heb die fles gehaald. En verder nog een paar kleine dingetjes. Maar verder niet zo heel veel. Ik heb natuurlijk uiteraard even een bakje koffie gehad bij Starbucks gisteren. En woensdag ook. En daarna even bij de Mac geweest. En toen weer naar huis gegaan. En gistermiddag heb ik eigenlijk niet zo heel veel gedaan. Gisteravond ben ik de hele avond live geweest met Ash. Dat was ook leuk. Wil je dat nou zien? Check eventjes mijn Instagram of check even de Instagram van Ash. Ik zal die even, als ik het niet vergeet, een linkje in de beschrijving laten. Oh, ik heb droge handen. Dit voel ik nou. Maar dat zijn dus mijn droge handen. En dat is niet fijn. Ik ga mijn handen even insmeren. Vandaag op de planning eigenlijk gewoon helemaal niks. Letterlijk helemaal niks. Ik ga vandaag, wilde ik in ieder geval de bovenkant, tenminste de bovenverdieping hier even schoonmaken. Ik weet niet of dat van gaat komen vandaag. En er gaat vandaag nog wat leuks gebeuren. Namelijk, het is zo dat mijn moeder de laatste tijd niet lekker in de vel zit. Die zit heel erg met haar teen en zo. Die heeft 2 zwarte tenen. Die heeft niet de afgelopen week, maar de week daarvoor echt 3, 4, 5 keer in het ziekenhuis gezeten met die tenen. Ze wilde hem toch bijna amputeren. Is gelukkig niet gebeurd. Maar die zit er een beetje doorheen en die maakt het heel erg druk. Want het schijnt dat mijn moeder haar bloed doorstroom niet goed is richting haar tenen. Dat stroomt gewoon bijna niet de tenen in. En dat is natuurlijk hartstikke slecht, want daardoor sterft het af. Dus ja, de tip die natuurlijk elke persoon krijgt die overgewicht heeft is: je moet afvallen. Ja, yeah, I know. Maar dat gebeurt niet binnen 2 dagen. Je wordt niet zomaar wakker, je bent in één keer maatje 36 of zo. Was het maar zo'n feest. Dan had ik ook weer maatje 38 willen zijn in plaats van 40, 42. Maar goed, ja. Ik ga dus vandaag verder niet zoveel doen. Maar er komt dus vandaag iets leuks. Ik heb namelijk alle friends opgetrommeld. Dus Natuska, Chantal en Ash. Als jullie dit zien, super bedankt dat jullie mee wilden doen aan dit. En het zal er echt goed doen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga natuurlijk ook filmen voor jullie. Dat jullie de reacties kunnen zien van mijn moeder. Maar ja, mijn vrienden hebben namelijk voor mijn moeder allemaal wat gedaan. Zoals kaartjes, kleine cadeautjes. Ik zelf natuurlijk ook. Dus er komen vandaag, als het goed is, 2 cadeaus binnen.
En 4 kaarten. Met de post van mijn moeder. Even een hart om de riem steken, want ze loopt continu echt te sippen en zit niet lekker in de vuil. Logisch als je dit hebt. Dus eventjes een hart om de riem bij. Ik ben heel erg benieuwd hoe ze daarop reageert vandaag. Of ze er ook van gaat huilen, ik weet het niet. Maar ik kijk er wel naar uit. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat zijn. Maar goed, nu lekker kopje koffie op drinken. Ik ga even de kop naar beneden halen. Mijn moeder heeft last van de teen, dus ik ga even medicijnen innemen. Ik daarentegen ga dus even de gaai halen. En daarna drink ik lekker mijn koffie op. Ga ik nog even een YouTube video kijken. Maar ik ga eerst mijn handen insmeren, want die zijn heel droog. Goed, ik heb mijn jas aangedaan. Want ik ga heel even naar de Bruna toe. Want ik heb een heel klein mini-agenda gekocht, omdat ik natuurlijk weer ga werken nu. Maar ik wilde daar dus iets in aanpassen en daar is niet eens ruimte voor. Ik kan er niet eens iets in herstellen of iets bijschrijven of zo. Dus, ik heb mijn jas uit de kast getrokken. Ik heb mijn pantyjas weer aan. Deze is echt zo'n favoriet jasje van mij. Hij is lekker warm, hij zit goed. En hij is gewoon heel erg fijn. Maar goed, tas pak ik erbij. Deze heb ik trouwens gisteren binnengekregen van Shein. Ik dacht dat het linnen was, maar het is dus geen linnen. Maar het is een soort plastic-achtig iets, maar wel heel chill. Dus die neem ik mee, telefoon in de zak. En even naar Bruna om mijn agenda te gaan halen. Want zo schiet het niet op. Goed, klaar jongens. Ik ben gelijk even langs Action gelopen. Om daar even een paar dingetjes nog te halen. En tegenwoordig hebben ze daar dus spullen voor de Switch. Zo dus. En hoes. En spelletjes. Dus ik heb net een spel met vliegtuig gekocht. Dat is een tientje, dus doen we goedkoop. Dus helemaal geslaagd. Ik heb een lamp gekocht. En nog een paar dingen. Dus dat is mooi. Boodschapjes gehaald. Geslaagd en wel. En nu onderweg naar huis toe weer. Ik heb lekker zo'n sausbroodjes gehaald voor zometeen. Kort trek in. En pannenkoekenmix en dingetjes voor het avondeten morgen. Dus hoef ik morgen de deur niet meer uit. Dat is helemaal top. En die tas bevalt me trouwens echt goed. Het is nu de eerste keer dat ik zo buiten loop met die tas. Hij is echt chill. Alleen hij schat zo schat. Maar ik ben hier echt heel tevreden mee. Maar goed. In ieder geval naar huis. Ik heb zijn broodje eten, want we waren allemaal in de aanbieding. Nog allemaal een eurotje nu. Zo, stop. Let's go. Alles komt binnen. Hoop ik. Wat is dat nou weer? Ik weet het niet. Ja. Heb je nog pauze? Ja, hoezo? Oh, en er komt hier net wat winnen. Wat? Alleen het blauwe. De kaart? Ja. Ik dacht, ik zet je even op de speaker, dan kan je de reactie horen. Oh ja, ga je niet filmen? Ja, mijn camera staat aan. Oh, dan luister ik al echt mee. Nou, dan gaan we weer verder. Oh, wie fluit je in mijn oor? Maus. Laat er even stil zijn. Gaat ze hem uitpakken? Ja, ze heeft hem uitgepakt nu. Kom je op het woordje ervoor. Hoeveel breng je geluk? Geluk laat je lachen. En lachen is gezond. De huis die komt hier. Is ze aan het lezen? Ja. Goed, ja. Leuk. Ashley. Leuk. Die heb je ook wel, Ashley. Het is wel een konde, maar je tweede dochter. Ja, dat leest ze net. Niet voor je tweede dochter. Leuk. Dat is grappig. Om je even op te vrolijken. Er komt nog meer, maar dat is schijnbaar nog niet gearriveerd. Okay. Er komt nog een ding. Ja. Okay, en er komt nog meer van andere personen, maar dat is er ook nog niet. Nou, mijn kaart al wel. Ja. Wat vindt ze ervan? Is die mooi? Leuk!
Lief. Vrolijk. Dan weet je dat. Je moet huilen. Gekkie. Ze moet huilen. Jee. Nee, ze heeft een kaart van Ash gehad. En die van de andere twee dames, ik heb wel gezegd dat ze al komen. Die komt nog. Ik krijg nog wat van Natuska en ik krijg nog wat van Chantal. Dat is ook nog onderweg. En er komt nog een cadeautje van Ash, komt ook nog. Maar die komt als het goed is vandaag met de pakketpost. En die van mij is binnen. Het is een airplant, dat is een plant met lucht. Het groeit aan de lucht. Oké, helemaal stress hier. Ik ben helemaal aan het pennen geweest net. Maar Ash en ik hebben zo net een beslissing gemaakt om deze maand. Want het is nu, hoeveel is het vandaag? De tweede toch? Eerste. Eerste is vandaag. Ash en ik hebben de planning en besluiting gemaakt om 22 mei naar Antwerpen te gaan voor een dag. Om daar vervolgens te gaan genieten van de Like Me Expo die daar is nagebouwd. Mocht je niet weten wat het is, ik ga nu de video even inserten. Lieve vrienden, ik sta hier in Antwerpen en binnenkort kan je hier achter mij naar de expo Smile Like Me. Ik mag vandaag al eens binnen gaan kijken en ik mag zelfs de cast interviewen. Maar daarvoor heb ik natuurlijk wel eerst een coronatest moeten laten afnemen. Voilà, een negatieve coronatest, dus we mogen naar binnen. Let's go! Pommelien. Hey. Die expo van Smile Like Me, wat is dat eigenlijk? Je kan eigenlijk een wandeling nemen door allemaal verschillende decors die je gezien hebt in Like Me. Zo is er het bankje aan de Schelde waar je dan een foto kan nemen. Dus het zijn eigenlijk allemaal dingen die je herkent uit Like Me op één plek te staan. Waar zijn we nu? Ja, wij zijn nu op de race scène van Vince en Scott. Ik zit op de brommer van Vince natuurlijk. En Scott zou normaal gezien daar in de auto zitten. En ja, jij zit... Ja, ik vermoed dat ik dan Caro ben. Ja, je lijkt een beetje op Caro, dus dat is wel... Francisco, ja. We zitten natuurlijk nog altijd met corona. Hoe gaan jullie dat hier organiseren? Wel, er staan op bepaalde plekken handpompjes waar je je handen kan ontsmetten. En het is ook belangrijk dat je de social distance bewaart, dus 1,5 meter tussen elke bezoeker. En als je een foto neemt, mag het mondmasker uiteraard af, maar daarna zeker terug opzetten. Wat is er zo leuk aan het hele gebeuren hier? Oh, ik denk dat het leuke hieraan is dat je gewoon alles in het echt kunt beleven. Dat je echt in de scène of in het decor zelf bent en dat je er foto's kunt trekken en gewoon heel veel plezier beleven met je bubbel dan. Hè. En vanaf wanneer kunnen we hier eigenlijk naartoe komen? Jullie kunnen komen vanaf 1 mei tot 30 september, ja, toch? Klopt. Ja. 30 september, dat is mega lang. Heel veel tijd. Kan je misschien zelfs meerdere keren komen bezoeken. Voilà mama, hier wordt nog stevig doorgewerkt, maar het wordt echt super tof. Je kan hier gewoon rondlopen in Like Me. Hoe tof is dat? Ik kom zeker nog eens terug. Merci voor het kijken. Bye bye. Oh ja mannen, zeker niet vergeten te liken als je de video leuk vindt en bekijk zeker ook onze andere vlogs. Hè. Dat is de Like Me video, echt, wij gaan erheen. Ik kan niet wachten, als je de serie hebt gezien dan kan je misschien wel begrijpen waarom we zo excited zijn. Maar ik kan vertellen dat die zojuist is betaald. Oh my god. Heb je betaald? Ja. Waarom zat je camera opeens uit? Je bestelling is bevestigd. Ja, omdat ik die bank toch in beeld had. Ja. Kijk, nee, ik moest afrekenen, dan slaat hij me uit. Laat je vrienden weten dat je aanwezig zal zijn op de Like Me Smile. Ik kan echt niet wachten, download je tickets. Oh my god! Ik heb er zoveel zin in, we gaan dus naar Antwerpen voor een dag. Ash wilde eerst een overnachting doen, maar dat zie ik niet zo... Ik ga eerst een overnachting kijken, dat is waar. Maar dat zie ik niet zo zitten, maar het kan altijd.